Gletsjers over de hele wereld die blijven maar smelten door de klimaatopwarming. En jammer genoeg doen ze dat aan een razendsnel tempo. Maar er zijn een paar glaciologen, zijn van die mensen die ijs en gletsjers bestuderen en die denken eraan om gletsjers in te pakken met doeken, zodat ze minder snel zouden smelten. Ja, echt net zoals een vriesdekentje, maar dan om het ijs koud te houden in plaats van warm. Door die dekentjes die wit zien, wordt er meer zonlicht weerkaatst en smelt het ijs daaronder minder snel. Dat klinkt nu wel heel simpel. Wij van de Universiteit van Vlaanderen willen dat toch even verder uitzoeken. Helaas, we hadden geen budget om samen met glacioloog Lander van Tricht naar een gletsjer te gaan, dus we ontmoeten hem in zijn bureau aan de VUB. Kunnen we gletsjers redden door ze in te pakken met dekens? De 200.000 gletsjers op aarde die zijn aan een gigantisch tempo aan het smelten door de klimaatverandering. Tegen dat ik als 100-jarige in een rusthuis zit, houden nog hoogstens 30% van de gletsjers over. Dat wil dus zeggen dat er 70% van die gletsjers gewone bergen zullen zijn zonder ijs. De komende tientallen jaren kunnen we daar trouwens weinig aan veranderen, want de gletsjers die reageren op klimaatverandering van het verleden. Een van de grote problemen van dat smelten is dat er water naar de zee gaat. Zoveel dat de zeespiegel ervan gaat stijgen. En geen klein beetje, hè, want al het ijs van al die gletsjers tezamen, dat is serieus veel water. De gletsjers die smelten, dat water komt in de zee terecht. En tegen dat ik oud ben, gaat de zeespiegel al minstens 50 centimeter gestegen zijn. Maar daarna gaat het nog lang verder. Tegen 2300 kan de zeespiegel zelfs meer dan 2 meter stijgen. En dat zou betekenen dat heel Nederland onder water komt te liggen. Maar dat is niet het enige drama. In Centraal-Azië en Zuid-Amerika, daar liggen ook duizenden gletsjers. En daar zijn de gletsjers vooral belangrijk als bron van zoet water. Zoet water dat gebruikt wordt om te drinken voor de landbouw in de industrie. En als die gletsjers daar te snel smelten, dan gaat al dat water verloren naar de zee. Dan wordt dat zoutwater en dan kunnen de mensen in die regio's het niet meer gebruiken. Maar er zijn dus glaciologen die gletsjers proberen bedekken met doeken tegen het smelten. Hoe werkt dat dan juist? Ik heb hier zo'n wit doek, wij noemen dat een geotextiel, en 2 blokken ijs. Dat is bevroren kraantjeswater. In het echt bevat zo'n ijs wat meer vuiligheid, ziet dat iets donkerder. En die witte kleur van zo'n geotextiel die weerkaatst veel meer zonlicht, terwijl het ijs zelf veel minder zonlicht verkaatst. Dus als ik een van de 2 blokken volledig bedek met zo'n wit doek, zo'n geotextiel, dan verwachten we dat deze blok na een half uur minder gesmolten zal zijn dan de blok ijs die geen wit doek heeft. En na even wachten kregen we dit te zien als resultaat. Dus we zien na een half uur dat de ijsblok waar die witte textiel is rondgespannen, dat die nog veel groter is dan de ijsblok waar geen witte geotextiel is rondgespannen. En hetzelfde doen ze eigenlijk in de skigebieden. Aan het einde van het wintersportseizoen dan schrapen ze alle sneeuw die er nog ligt bij elkaar. Ze spannen daar zeilen over, zodat heel die sneeuw minder snel smelt tijdens de zomer. Bij het begin van het wintersportseizoen dan halen ze die zeilen eraf, dan spreiden ze die sneeuw terug uit en dan kan de wintersport veel sneller beginnen dan zonder de witte doeken. Nu, een skipiste bedekken met geotextielen lijkt mij nog net iets makkelijker dan een gletsjer in de natuur. Want een natuurlijke gletsjer die is nog groter en is blijkbaar ook voortdurend in beweging. Maar wacht, in beweging? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wij spreken over gletsjers meestal als een ijsrivier die naar beneden stromen. Maar ik geef toe, dat klinkt nogal vaag, dus laat ik even uitleggen hoe dan een gletsjer precies ontstaat. Als het op een bepaalde plaats in de bergen zoveel sneeuwt, dat die sneeuw daar blijft opstapelen, dan wordt die sneeuw uiteindelijk zo dik dat die transformeert naar ijs. En zodra die meer dan 30 meter dik is, die ijslaag, dan begint die door de zwaartekracht en door de druk binnen het ijs naar beneden te glijden over het landschap. En het is dat bewegen van die ijsmassa dat we dan spreken over een gletsjer. En zo'n gletsjer die kan op 1 jaar meer dan 100 meter naar beneden glijden. Trouwens, een gletsjer, dat zie je eigenlijk niet wit. Dat is wat blauwig, wat grijzig. En daar zitten zeker onderaan ook een aantal rotsblokken in en zand die het ijs een beetje een donkerdere kleur geven. En door het proefje van daarnet weten we nu dat we daarom die witte kleur van de geotextielen nodig hebben om zonlicht te kunnen weerkaatsen. Maar we weten nu ook dat gletsjers blijkbaar bewegende ijsrivieren zijn. Is dat dan eigenlijk wel haalbaar om daar doeken over te spannen? In een skigebied is dat haalbaar, ook al duurt het daar minstens een week. Maar voor een hele gletsjer zou je weken nodig hebben. En weet dan dat er meer dan 200.000 gletsjers zijn. Dus eigenlijk met die geotextielen, dat is niet haalbaar. Het zou veel te lang duren. Het moet allemaal voor de zomer gebeuren. En het is ook nog eens veel te duur. Daarom zijn een aantal wetenschappers op het idee gekomen om die witte doeken van de gletsjers te halen en te vervangen door kunstsneeuw. Kunstsneeuw die ze dan met sneeuwspuiters op de gletsjers spuiten. Die kunstsneeuw
Die ziet ook wit en weerkaatst 90% van het zonlicht, waardoor het ijs eronder veel minder snel zal smelten. Kunstsneeuw zorgt trouwens niet alleen voor meer weerkaatsing en dus minder smelt. De extra laag sneeuw die zorgt er ook voor dat de gletsjer zelfs kan groeien. En het is trouwens geen verspilling van water. Want het smeltwater van de gletsjers wordt opgevangen in meertjes. Dat smeltwater wordt dan door de kabels gevoerd naar die sneeuwspuiters. En als het dan koud genoeg is, dan kan dat smeltwater kristalliseren tot sneeuw en de gletsjer bedekken. En kunnen we dat dan met alle gletsjers in de hele wereld gaan doen? Kunnen we ze zo allemaal redden? Ik voel hem, denk ik, al aankomen. Nee, de meeste gletsjers zijn gewoon veel te groot, te bewegelijk of niet eens bereikbaar. En als je er al bij kan, dan moet je nog eens veel geld hebben ook. Maar sommige regio's die hebben die miljoenen euro's, want ja, zoveel kost het echt, wel over, omdat die gletsjers gewoon zo belangrijk zijn voor het toerisme. Maar welke toerist wil er nu nog naar een gletsjer gaan waar allemaal ijzeren kamers over hangen? En die geotextielen die geven nog eens plastic af aan het ijs en die vervuilen het landschap. Dus eerlijk gezegd denk ik dat we al dat geld beter zouden steken in methodes om de klimaatverandering te beperken. En om op die manier zoveel mogelijk gletsjers nog te kunnen redden. Op een natuurlijke manier en niet door ze artificieel in leven te houden. Veel liever steekt Lander die miljarden dus in een ammoniak naar kunstmest omzettende landbouwventilator. Of zo. Daarom nog deze laatste belangrijke boodschap waar het eigenlijk altijd op neerkomt. Ja, de aarde mag gewoon niet meer opwarmen. Sinds het begin van deze video zijn er al 1200 Olympische zwembaden aan ijs gesmolten. Zo snel gaat het dus. Oké, kut, dat was het. Tegen dat ik oud ben, dan zal de zeespiegel al minstens 50 centimeter gesmolten zijn. Nee. Maar welke toerist wilt u nu naar een gletsjer op bezoek gaan? Nee. Maar welke gletsjer wilt u nu nog naar een... Je ziet het, het heeft ons wat moeite gekost, maar dit was hem dan, onze video over gletsjers. Zeker liken, al is het maar gewoon voor de moeite. Wij beginnen nu maar eens aan de volgende video over die landbouwventilator van daarnet. Of ken jij een professor die daar al mee bezig is? Of gewoon met andere coole dingen, mag ook. Laat het ons zeker weten via Facebook, Instagram of stuur een mailtje naar info@universiteitvanvlaanderen.be. Tot de volgende keer.